Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? Nadat de linkspoot zijn land in Qatar na de wereldbeker had geschoten, leek het slechts een kwestie van tijd voordat hij een nieuw contract bij Paris Saint-Germain zou ondertekenen. Echter, er is nog geen overeenstemming bereikt, wat heeft geleid tot toenemende geruchten over zijn toekomst in de afgelopen maanden. FC Barcelona doet er alles aan om hem komende zomer terug te halen naar Spanje en Messi lijkt ook wel geïnteresseerd te zijn in een terugkeer naar het Spotify Camp Nou. Maar goed, om financieel in staat te zijn om Messi terug te halen, moeten de Catalanen eerst een groot aantal spelers van de hand doen. Nieuwe samenwerking tussen FC Barcelona en Messi is dus absoluut nog niet zeker. In de tussentijd probeert Al Hilal hem te verleiden tot een avontuurtje in Saoedi-Arabië met een salaris van meer dan 400 miljoen euro per seizoen. Volgens Goal zou ook Inter Miami in de Verenigde Staten interesse hebben in de Argentijn. Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over een overstap van Messi naar de VS, maar het is echter ook gewoon mogelijk dat hij in Europa blijft. Goal meldt namelijk dat, naast FC Barcelona, ook clubs uit de Premier League zijn situatie in de gaten houden. De voetbalromanticus zal ongetwijfeld dromen van een hereniging tussen Messi en zijn voormalig FC Barcelona-trainer Josep Guardiola bij Manchester City. Guardiola heeft nog een contract tot medio 2025, dus wie weet wat er kan gebeuren. Bij welke club zie jij Messi graag? Laat het weten in de comments hieronder.